een vrij zwaar beroep als dakdekker. Dus ja, dat gaan wij nooit redden. Qua lichamelijk, als je al nu al slotage hebt in je lichaam, ja, dan ga je dat echt niet redden voor je 67. Put me down. I put a spell on you. Ja, kijk, weet je, ik wil tot mijn 67 werken, maar ik haal het niet. Ik voel het nou, hoe ik nu aan de bak is, dat ik sommige dingen niet meer kan, net als vroeger. Ja, dat is veel te lang. Dat kan niet, want je moet ook nog een keertje, als je een keertje stopt met werken, moet je ook nog eens een keertje tijd hebben om van je oude dag te genieten. Nou, ik vind dat helemaal niks, want dat, ten eerste hou je dat niet vol, maar jouw lichaam die houdt dat gewoon niet vol. En zeker als je al bijna meer dan 40 jaar gewerkt hebt. Ik vind dat die mensen die in Den Haag zitten, dat die gewoon zeg maar naar de bouw moeten voor een jaartje of twee jaartjes en dan zeggen dat ze tot de 67e willen doorwerken. Waardeloos, was maar tot mijn 67e. Op de pensioenchecken moet ik door mijn 69 en 3 maanden. En dat gaat gewoon niet, ik heb een zwaar beroep. Nou, dat ga ik gewoon niet redden. Heel simpel, ik heb nu overal klachten en dat ga ik gewoon niet redden. Dat ga ik echt niet halen. En ik wil ook opa zijn voor mijn kleinkinderen. Zoals mijn opa me achter een pleintje heeft leren fietsen, wil ik dat mijn kleinkinderen ook, dat die dat ook kunnen. Ik wil dat yeah. Wat ik ervan vind van 67 jaar werken, ze zijn helemaal gestoord in Den Haag. Hoe kan je nou als dakdekker tot je 67 jaar werken? Dat gaat niet. Je gebruikt je knieën, je gebruikt je polsen, alles gebruik je. De hitte van de zon, dus tot 67 jaar werken. Op dak, dat kun je vergeten. Ik denk als je 45 jaar werken in de bouw, is helemaal genoeg.